Ik werk heel vaak in het donker en ook in het donker probeer ik juist dat de kleuren de basis zijn voor de foto. En vaak zie je dat de kleuren heel goed in balans zijn, of in ieder geval dat probeer ik. En dat ze ook altijd in een bepaald kleurenpalet terechtkomen. Mijn naam is Martin Holz, ik ben eventfotograaf van beroep en ik fotografeer veel zakelijke events, maar ook heel veel festivals. Ik zeg altijd dat mijn fotografie kleurrijk beeld met impact is. Daarmee bedoel ik dat er vaak veel contrast in zit en dat er veel heftige kleuren in voorkomen. Ik zie het fotograferen zelf als de basis voor mijn bewerking en niet andersom. Ik schiet altijd in RAW en daarna bewerk ik mijn foto's met Lightroom en Photoshop. En zorg ik dat die kleuren precies genoeg in balans zijn, zodat die precies is zoals ik in mijn hoofd had. Ik wil deze iets lichter maken, dus ik trek de schaduwen iets omhoog, zodat ik nog iets meer van de details te zien krijg. Daarna doe ik meestal de highlights een klein beetje naar beneden, omdat dan het vuurwerk niet meer zo overbelicht is als in de RAW. En vaak gebruik ik dan de zwarte tinten om de zwarte echt zwart te maken. En als je veel zwart gebruikt of veel wit gebruikt, dan komen de kleuren veel mooier uit. Bij mij is de levendigheid altijd heel erg belangrijk van de kleuren. Die zet ik altijd best wel hoog. Nu is de foto bijna af en kan ik hem openen in Photoshop. En elke keer als ik een nieuwe laag toepas, dan probeer ik hem ook altijd te kopiëren, zodat je elke stap weer terug kan werken. Bij filter en overige gebruik ik de hoogdoorlaatfilter. Dan wil ik die blendmodus wil ik hier aanpassen. Dus je drukt op normaal en je drukt op bedekken. Dan zorgt hij ervoor dat alleen de verscherpening door je foto krijgt. Als laatste ga ik nog één keer de kleurbalans aanpassen. En ook hier kan je drie verschillende tinten kiezen. En die gebruik ik omdat ik dan veel meer controle heb over bepaalde kleuren. En als je klaar bent met Photoshop en je drukt op Ctrl-S, dan saveert hij de foto en de file en dan importeert hij die automatisch in Lightroom. Als laatste moet ik nog een paar dingen corrigeren, want ik heb wat kleur toegevoegd. Dat betekent ook dat de exposure een klein beetje aangepast wordt. Ja, vaak is mijn visie uniek en je ziet niet heel veel mensen die precies hetzelfde doen. En dat vind ik eigenlijk het leukste, dat jouw foto's eruit springen en niet zijn zoals iedereen het zou doen.